freedom is everyone's concern. Professor Dr. Kees de Lange, het is een mooie ochtend waar we samen gaan ontbijten en het gaan hebben over ja, de dingen die jou interesseren en die jou boeien. En dat zijn heel actuele dingen op dit moment. Hè. Dat is klimaat. Laten we beginnen met een heet hangijzer, zowel in België als in Nederland natuurlijk. Ja. Dat is de stikstof. De stikstof. Ja. Jij bent natuurkundige. Hè? Je weet waar je over spreekt. Dat zijn jouw onderwerpen. Ik heb natuurlijk meningen over heel veel dingen, zoals iedereen. En dat mag ook en dat moet ook. Professioneel spreek ik natuurlijk bij voorkeur over dingen die echt mijn vak, de natuurkunde, behelzen. Ja. En dat probeer ik dan ook zo goed mogelijk te doen en zo eerlijk mogelijk te doen. Ja. Omdat dat toch de basis van elke vooruitgang is in mijn ogen. Ja, en een heel duidelijke wetenschap. Hè? Een wetenschap die gebaseerd is op onderzoek en cijfers. Ja, wetenschap vooral die gebaseerd is op waarneming. Kijk, waarnemingen, als je daar verder niks mee doet, die zijn niet bijzonder nuttig. Je kunt waarnemingen in een spreadsheet zetten. Mm-hmm. En wat heb je dan? Nou, een spreadsheet. Maar verder niet heel veel begrip. Dus wat nodig is, is dat je een theorie of een model ontwikkelt wat die waarnemingen kan verklaren. Dat is de tweede stap. Maar aan zo'n model moet je eisen stellen, wetenschappelijk gezien. En die eis, de voornaamste eis is dat het model in staat is om alle waarnemingen te verklaren. Niet alleen de waarnemingen die jou goed uitkomen. Ja, die interessant zijn voor je eigen theorie. Exact. Alle waarnemingen die moeten dus verklaard kunnen worden. De waarnemingen van nu, maar ook de waarnemingen uit het verleden. En dat is natuurlijk waar het heel vaak aan schort met de tegenwoordige klimaattheorieën, met de klimaatmodellen. Om even duidelijk te zijn, u bent professor geweest in Amsterdam. Ja. Aan de VU, geloof ik, hè? Aan beide universiteiten, ja. 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 Maar u heeft ook veel in het buitenland gedoseerd en gewerkt. Ja, zeker. Ik heb ongeveer 5 jaar in Engelstalige landen doorgebracht. Ik heb mijn promotie gedaan in Engeland gedurende een aantal jaren. Ik heb heel veel tijd doorgebracht in grote wetenschappelijke projecten in de Verenigde Staten en Canada. Zelfs in Japan heb ik een tijdje gewoond en gewerkt. Dus ja, ik heb wel geleerd om niet alleen maar te denken dat wat ik in Nederland bij mijn opleiding geleerd heb, dat dat enig zaligmakend is. Nee, ik heb toch wel, denk ik, hoop ik, een wat bredere kijk gekregen op het hele wetenschappelijke bedrijf door toch in grote delen van de wereld om me heen te kijken en met de mensen te praten, uiteraard ook, die er iets toe doen op het vakgebied. Ja. Laten we ons nu even teruggaan naar het stikstofprobleem. Ja. Hè, dat een groot probleem is in Nederland. Ik was er laatst nog en het aantal omgekeerde vlaggen is niet meer te tellen. Wat is stikstof en wat doet het? Ja, er wordt gepraat over stikstof. Dat is op zich een beetje heel vreemd. Want stikstof, daar bedoelt men eigenlijk mee een verzamelnaam van heel veel verbindingen die het element stikstof bevatten. Stikstof speelt een ingewikkelde rol. Om te beginnen is stikstof dus een element wat onmisbaar is voor de groei en het onderhoud van planten. Dus stikstof is nodig voor planten. En de natuur heeft door de miljoenen jaren daar de zogenaamde stikstofcyclus voor ontwikkeld. Nou, stikstof, dat is een tweeatomig molecuul wat voor 78% de atmosfeer waar we in leven uitmaakt. Nou, dat is een volkomen inert gas, een gas wat helemaal niks doet. Ja. 78% is stikstof, 21% is zuurstof. Dat hebben we nodig om überhaupt te kunnen leven. En daarboven, dat laatste restje, zijn nog een paar sporengassen. Waaronder dus een heel klein beetje CO2. Ja. Maar ook waterdamp is heel belangrijk in de atmosfeer. Maar goed, terug naar stikstof. De echte stikstof, N2, dat
komt in de atmosfeer voor. En dat is een uitermate stabiel molecuul. Het is reukloos, het is onzichtbaar, het is veilig. Het is gewoon aanwezig. Mm-hmm. En dat doet dus helemaal geen kwaad. Planten hebben stikstof nodig en planten die hebben dus technieken ontwikkeld om die stikstof die in de lucht zit en die dus niks doet, om die stikstof te fixeren, zoals dat heet, in de worteltjes en de moduletjes van planten. En die stikstof uit de lucht om te zetten in vormen van stikstof die door de planten voor hun groei en voor hun energie en voor hun leven geabsorbeerd en gebruikt kunnen worden. Nou, dat is een heel ingewikkelde cyclus waarbij allerlei bacteriën, micro-organismen, noem maar op, al datgene wat in de bodem gebeurt, een rol spelen. Het is een cyclus, dus die planten die leven, die planten die vergaan. En als die planten vergaan, dan staan ze weer stikstof in dezelfde vorm af aan de atmosfeer. He, dus als je niks doet, als er geen stikstof in de bodem gefixeerd zou worden, dan zou na verloop van tijd de plantengroei gewoon ophouden. Mm-hmm. Dus die planten doen er heel verstandig aan stikstof uit de lucht te halen, mm-hmm, en te gebruiken voor hun levenscyclus. Ja. Nogmaals, het is een cyclus. Hè, dus om die planten goed te laten groeien, heb je dus meststoffen nodig om die plantengroei te helpen bevorderen. En er zijn twee redenen eigenlijk waarom er stikstofhoudende verbindingen in de grond, in de aarde, terechtkomen. Eén is dus wat ik zei via de natuurlijke cycle. Hè? Mm-hmm. Maar de tweede, ongeveer even belangrijke factor, dat is wat de mens doet via meststoffen. Ja. Stikstofhoudende meststoffen. Die hebben we dus nodig om landbouw te kunnen bedrijven. En landbouw bedrijven we niet voor de grap. Landbouw bedrijven we om de voedingsmiddelen te creëren die nodig zijn om de mensheid als geheel te voeden. Werkt dat in de grond brengen van de stikstof? Ja, dat werkt als we kijken naar de resultaten van de opbrengsten van landbouwproducten sinds 1866, meen ik. Dan waarom sinds 1866? Nou, toen is eigenlijk begonnen met metingen te doen, okay, hè, met feiten te verzamelen. Ja. Daarvoor keek men er alleen maar naar en zei met de natte vinger, oh, nou, dat is beter dan vorig jaar. Ja, ja. Maar dat is voor wetenschap niet helemaal goed genoeg. Je moet het allemaal goed documenteren en opschrijven in de bekende spreadsheets, hè, die er toen nog niet waren trouwens. Hè, dus als we kijken naar de noodzaak om de wereldbevolking te voeden, dan is dat geen kleine opgave. Hè? De wereldbevolking die groeit met 1,1% per jaar. En de wereldbevolking die neemt ook geen genoegen meer met het soort hongersnoden die we in het verleden gekend hebben. Dat vindt men, heel terecht, niet langer acceptabel. Dus daarmee worden dus hele belangrijke eisen gesteld aan de landbouw. En die eisen die kunnen alleen vervuld worden door stikstof kunstmatig te helpen in de bodem te brengen. Daar is weerstand tegen op het ogenblik. Hè? Ja, die stikstof die wij toevoegen, die wordt chemisch gemaakt, veronderstel ik. Want die moet ergens vandaan komen. Ja, dat kan ook uit mest komen. Ja. Hè? Dat kan komen uit ureum van dieren. Uit koeienplakken en noem maar op. En dat werkt allemaal. Dat is een natuurlijke manier, dat kennen we. Maar als je de voldoende stikstof in de bodem wil brengen alleen maar met mest, dan zouden we tot onze knieën in de mest lopen. Hè? Daar heb je wel heel veel voor nodig. Dus we hebben kunstmatige fertilizers die gebruikt worden. En wat heel belangrijk is, dat is een chemisch proces, het Bosch-Haber-proces, waarmee je dus in staat bent om stikstof om te zetten in een vorm die door planten opgenomen kan worden. Nou, Bosch-Haber, ik meen dat Haber, dat hij de Nobelprijs voor scheikunde daarvoor gekregen heeft. Heel terecht, hè, want dat middel, die techniek, die technologie, die heeft op ontzettende wijze geholpen om de voedselvoorziening van de wereld dus op het peil te krijgen wat globaal nodig is, hoewel meer beter is. Planten die hebben drie dingen om te groeien nodig. Ten eerste water. Zonder water groeit er geen enkele plant. En gaan we dus met z'n allen dood. Gaan we toch wel, maar wat sneller dan beoogd. Ten tweede, koolstof.
Nou, koolstof dat komt tot de planten in de vorm van CO2, hè, via de fotosynthese. Mm-hmm. En die CO2 die halen de planten uit de lucht. Het zijn hele kleine hoeveelheden CO2 in de lucht, hè, 400 ppm ongeveer. Maar duidelijk is wel dat dat CO2-gehalte in de lucht, als dat een beetje hoger wordt, de vergroening van de planeet uitermate gunstig beïnvloedt. Ja, dat zien we nu. Ik zag cijfers van de NASA, ja, dat de planeet aan het vergroenen is. Dat is ook zo. Ja. En dat betekent dus ook dat om die reden ook de opbrengsten van de landbouw omhoog gaan. Niet alleen om die reden, hè. Zonder stikstof zou dat niet lukken, maar ook de koolstof die speelt daar een belangrijke rol in. Ja. Nou, waar het wetenschappelijk op neerkomt is dat al die drie factoren die een rol spelen, water, stikstof en koolstof, dat die in optimale hoeveelheden aanwezig moeten zijn. Ja. En wat een optimale hoeveelheid is, dat hangt een beetje van het soort planten af. Hè, maar het heeft geen zin om heel veel stikstof in de bodem te dumpen. Als dat veel meer is dan de planten nodig hebben. Veel meer dan die ideale ratio van de drie die ik noemde eigenlijk zou vertegenwoordigen. Nou, boeren die hebben dat heel goed door. He, dus het gebruik van stikstof, wat in het verleden dus eigenlijk zonder discriminatie gebruikt werd, dat werd gebruikt in termen van, nou, een beetje meer kan vast ook geen kwaad. Ja, ja. Daar is men van afgeraakt op wetenschappelijke gronden, maar ook op grond van de kosten. He, stikstofbemesting is duur, dus dat ga je niet doen in overdadige mate, niet meer in een mate dan nodig is. Dus dat betekent dat in de afgelopen tientallen jaren de boeren, in elk geval in Nederland, erop eigen kracht toe over zijn gegaan om de stikstofuitstoot, zoals dat tegenwoordig heet, om die te reduceren met iets als 70%. Ja. Er heeft geen enkele 70%? Ja. Geen enkele overheid heeft daar iets aan hoeven doen. Dat hebben de boeren gewoon zelf gedaan. Ja. Gewoon omdat dat omdat ze op de penning zaten. Ja, en omdat ze leerden dat het gebruik van stikstof gebonden is aan optimale verhoudingen. Ja. Dat het geen zin heeft om boven die optimale verhoudingen te gaan zitten. He, dus dat heeft er allemaal toe geleid dat dat behoorlijk rationeel is op het ogenblik. Voor allerlei schadelijke stoffen. En het is dus heel gevaarlijk om alle gevaren die bij stoffen horen, om die allemaal op één noemer te brengen. Om die allemaal met hetzelfde alarmisme te omschrijven. Ja, sommige stoffen zijn uiterst giftig. Andere stoffen zijn een heel klein beetje giftig. Hè, maar het is altijd de dosis die uitmaakt. Zelfs water kan giftig zijn. Je kunt erin verdrinken, zoals we allemaal weten. Ja, of je kan te veel water drinken. Of je kan te veel water drinken. Dat kan, ja. Maar dat geldt voor elke stof. Hè. Ja. De toxiciteit die hangt van de dosis af. En dat is wat we in de gaten moeten houden. Nou, van een aantal voor de hand liggende stoffen bepaal je wat de toxiciteit is en wat de toxische dosis is. En voor die stoffen stel je een norm vast. Die norm is altijd een globale norm, een natte vingernorm. Je kan nooit zeggen, die norm heeft voor iedereen dat en dat gevolg, omdat ook de individualiteit van de persoon die eraan blootgesteld wordt, ja, sterk meespeelt. Een cruciale factor in dat geheel is. Ja. Dus dat zijn globale normen. Dus terug naar stikstof. En er zijn een aantal verbindingen die daarbij een rol spelen. Die verbindingen, dat zijn dus stikstofoxide. Lachgas is er eentje. Dat zijn twee stikstofatomen en één zuurstofatoom. Stikstofdioxide, NO2, is er één. NO, stikstofoxide, is er één. Dat zijn allemaal stoffen die van belang zijn. En daar doen we dus ook heel paniekerig over. Hè? Over N2O zeggen we dus dat, nou, dat is een broeikasgas. Hè? Dus ja, de aarde warmt op, onze kinderen gaan dood. Is dat NO2 een broeikas, N2O een broeikasgas? Ja, dat is het. Maar is het een gevaarlijke broeikasgas? Nou, nu is het zo dat de stoffen NO en N2O, die komen deels aanwaaien uit het buitenland. Het zijn namelijk producten
van verbranding bij hoge temperatuur. Dus dat hoort bij staalbedrijven in het Ruhrgebied. Het hoort ook bij een klein beetje bij verbrandingsmotoren die we dus in auto's gebruiken. Dat brengt wat NO en NO2 in de lucht. Ja. En dat zijn vervelende stoffen, omdat NO2, ja, daar ga je van hoesten, dat prikkelt de luchtwegen. En aan te veel NO2 ga je dood, hè. Er is geen twijfel over. En te veel NO is ook niet gezond. Maar dat maakt het nog geen broeikasgas. Een broeikasgas is een gas wat in de atmosfeer over de hele wereld ongeveer gelijkmatig aanwezig is. En op die manier invloed op de infraroodabsorptie in de atmosfeer heeft. En aan de opwarming kan bijdragen. Die NO en NO2, dat zijn dus vooral milieugerichte problemen. Ja. En er is een groot verschil tussen milieuproblemen en klimaatproblemen. Dat verschil dat wordt door de politiek en door de ideologen onder het tapijt geschoffeld, maar dat is volkomen onterecht. Kijk, klimaat is een zaak met heel veel invalshoeken, met heel veel componenten. En ook een zaak die wereldwijd optreedt met alle variaties die daar maar bij horen. Milieu, dat is een zaak die lokaal is en vaak maar een enkele oorzaak heeft. En O2-uitstoot, een schadelijke stof, door een staalfabriek. Ja, dat is de uitstoot door een staalfabriek. Dus als je iets aan die staaluitstoot doet, dan doe je ook iets aan het NO2-probleem. Met N2O is dat een beetje verschillend als broeikasgas. Dat ontstaat ook in de stikstofcyclus, dus daar heb je als mens een klein beetje invloed op. Maar de andere helft daarvan, die komt uit natuurlijke processen waar je dus eigenlijk helemaal niks mee kan. En maar dat onderscheid dat wordt niet gemaakt. Dus we horen mensen praten over een eerlijk klimaat en een eerlijk milieu in de politiek. En dat we omringd zijn door een deken van stikstof. Hè? Verschrikkelijk allemaal. Ja, dat is dus allemaal flauwekul. Dat is allemaal politieke taal die met de wetenschap dus echt helemaal niets te maken heeft. Stoffen die uitgestoten worden. Dat zijn dus NO en NO2 door de boeren zelf. En ook een beetje ammonia. Dat is stikstof gebonden aan 3 waterstofatomen, NH3. Dat zit in de urine van het vee bijvoorbeeld. Nou, dat zijn zaken die met milieu te maken hebben, alle drie. Want alle drie die stoffen die reageren dus met water. Gewoon water uit de lucht, dus dat regent uit. He, dus die stoffen die verspreiden zich niet wereldwijd in de atmosfeer. Nee, die slaan lokaal neer. En die worden daardoor omgezet in ammonia wordt omgezet in ammoniak. Dat is een Na4OH plus, dat is een ion. En ook de NO en NO2 die worden omgezet in stikstofhoudende ionen. En die ionen die verdwijnen in de grond. En die kunnen dus in de grond migreren van de ene plant naar de andere. En hun meestal zegenrijke werk doen. Ja. Maar alweer, te veel van die rommel is niet goed. Mm-hmm. En daar moet je dus mee oppassen. Ja. Daarmee is dus duidelijk dat die normen ook een hele belangrijke politieke invalshoek hebben. Het is niet alleen hoe het is ook wat je ervan vindt wat belangrijk is. Nou, in Nederland vinden we daar van alles van. En we vinden, vergeleken met bijvoorbeeld in Duitsland, dat stikstofhoudende verbindingen, de drie die ik noemde, dat die 100 keer zo gevaarlijk zijn als de Duitse overheid dat vindt. Oh, is dat zo? Ja, dat leidt tot ik zou zeggen komische taferelen. Als je naar de Duits-Nederlandse grens gaat, dan is aan de ene kant, aan de Nederlandse kant, de boer met zijn uitstoot ongeveer een misdadiger. En 5 meter over de grens aan de Duitse kant is die boer met dezelfde uitstoot een zegenrijke figuur die helpt de wereldbevolking te voeden. Stikstof is daarmee dus een bureaucratisch gecreëerd probleem geworden. Ideologisch bijna. Ideologisch, dat is het ook. Religieus bijna. Ja. En daarmee proberen we dus de boeren in de verdomhoek
te zetten. Wat dus echt volkomen onterecht is als je ook naar de cijfers kijkt. Even tussendoor, Kees, heeft dat ook niet te maken met de oppervlakte van Duitsland, dat die veel groter is? Nou, het heeft te maken met de oppervlakte van Natura 2000 gebieden. Ja. Europees is afgesproken dat we Natura 2000 gebieden zouden hebben. Ook is afgesproken dat als we eenmaal een Natura 2000 gebied aangewezen hebben... Dat zijn beschermde gebieden? Dat zijn beschermde gebieden, ja. In die gebieden mag dus niks, ook qua uitstoot niet. Maar die Natura 2000 gebieden, een normaal mens zou ze denken... Die leg je vast voor een bepaalde periode. De wereld verandert, het leven verandert. Dus er kunnen redenen ontstaan in de toekomst. Dat je zegt, nou, dat was misschien toch niet zo'n goed idee. Dat gaan we opheffen, dat gaan we anders doen, noem maar op. Nee, zo is het niet in de EU. De EU is een religieuze instelling die precies voor ons weet... tot het einde der tijden wat goed voor ons is. Ja. He, dus als eenmaal een Natura 2000 gebied is aangelegd door de EU... dan is dat voor alle tijden, dan is dat voor de eeuwigheid. Religie, he, eeuwigheidswaarde. In Nederland hebben we iets als 20 tot 25 Natura 2000 gebieden... die stuk voor stuk heel klein zijn. En aan de grens van die kleine gebieden... Zitten boeren die er altijd gezeten hebben, generaties lang. En die uitstoot van die boeren heel dicht bij het centrum van die kleine 2000 gebieden... Natura 2000, de postzegels noem ik dat, daar slaat wat neer. En dan zit je al heel snel boven die belachelijke normen... die in Nederland gehanteerd worden. Ik ga naar een land als Frankrijk, daar hebben we ook Natura 2000 gebieden... Maar in tegenstelling tot die 20 in Nederland... hebben we er daar maar 5 of 6. Okay. Die zijn stuk voor stuk veel groter. Heel veel groter. Dat betekent dat de boeren die aan de rand van die Natura 2000 gebieden zitten... dat die nauwelijks invloed hebben met dezelfde uitstoot... op wat er in die Natura 2000 gebieden gebeurt. Maar ze dat in Nederland wel hebben. He, dus de boeren in Nederland die hebben het ongeluk... dat de Nederlandse overheid zo dom is geweest... te veel van die kleine Natura 2000 gebieden aan te leggen. En de boeren moeten daar nu onder lijden... In het licht van die veel te strenge normen. Dus de oplossing zou zijn in mijn ogen buitengewoon simpel. We schrappen dat labeltje Natura 2000 gebied. Ja, het is wel belangrijk dat we in Nederland, zeker in Nederland... gebieden houden waar de open lucht, de open ruimte behouden blijft. Dus het is voldoende om van die gebieden af te spreken. Mensen die zijn belangrijk voor onze recreatie, voor ons gevoel van welbevinden. We spreken af dat we in die gebieden niet gaan bouwen. Ja. He, een totaal verbod op bouwen in dat soort gebieden. Als je dat doet... Er zijn alle problemen met stikstof, die zijn weg. Ja. Het stikstofprobleem in Nederland is een bureaucratisch gecreëerd probleem... wat in mijn ogen, en niet alleen die van mij, volkomen overtrokken is. Perfect, we hebben dat probleem denk ik al gecoverd, Kees. Stikstof is opgelost. Dat is uit de wereld. Ja, dat is uit de wereld. Goed zo. We gaan later verder met het volgende probleem. We hebben een hele race van problemen die we moeten oplossen. Maar ik denk dat ik de juiste man hier naast mij heb om, om die aan te pakken. Ik doe mijn best. Prima. We staan hier in de Plaza de Toros. Ik ben er niet een grote voorstander van. Het is wel mooi, maar het is vreed natuurlijk. Ik vind het altijd heel merkwaardig om dieren voor je plezier te doden. Ja. En we noemen dat toch vermaak. Ja. Ik denk niet dat je dieren daarvoor in moet zetten persoonlijk. Nee, nee. Ik kijk even om en ik hoop dat de stieren die het slachtoffer zijn... zich nu achter ons verzamelen om ons protest te delen tegen deze handelwijze. Dus nee, klopt. Laten we ons dan verre houden van het noodloos doden van dieren. Ja. Dat is mijn indruk. Klopt, klopt. Ik wou nog even verder gaan. We hadden het er net gehad over stikstof. De boeren die plaats moeten ruimen eigenlijk. Zeker. Daar komt land vrij. Ja. Wat gaan ze met dat land doen? Dat is wel duidelijk. In Nederland hebben we natuurlijk een overbevolkingsprobleem.
We hebben ook een enorm probleem van ongecontroleerde migratie. Dus als we naar de cijfers kijken, komen er 50.000 mensen per jaar binnen. Die mensen moeten dus woonruimte hebben. Ja. Die woonruimte die was überhaupt al schaars. Maar met de stikstofnormen die gehanteerd worden, de bureaucratische stikstofnormen zoals ik betoogd heb, hebben we dus het probleem dat er op heel veel plaatsen door die uitstoot die vermeend te hoog is, dat we niet kunnen bouwen. Nou, de oplossing is natuurlijk om de eigenaren van het land, om die te onteigenen en om daar dus te gaan bouwen. En eigenlijk, zoals ik het zie, is die neiging van het ogenblik, die neiging om de boeren dus tot zondebok te verklaren en hun land te confisceren, dat is een voortzetting van de grondpolitiek zoals we die in de jaren van onze president Den Uyl gehad hebben. Uh-huh. Het kabinet Den Uyl is gesneuveld over de grondpolitiek. Nu is er een nieuwe poging om de grond in handen van de overheid te krijgen, zodat de overheid daarnaar eigen inzichten over kan beschikken. En dat is dus denk ik een hele slechte zaak. Mm-hmm. Omdat grond ook beheerd moet worden. Want er is veel grond nodig. 50.000 mensen per jaar die binnenkomen. 50.000, dat is een middelgrote stad. Dat is een grote stad. Ja. Dat is een stad als Deventer of een stad als Zutphen per jaar die je bij moet gaan bouwen. Ja. En waarom zou je dat willen? Want het gaat natuurlijk om mensen die weliswaar als vluchteling bestempeld worden, maar die in grote meerderheid toch eigenlijk gelukzoekers zijn. Mensen die uit landen komen waar geen oorlogsomstandigheden heersen, maar die op weg zijn naar een beter leven. Wat je niet kan euvelduiden. Natuurlijk niet, dat doe ik ook niet. Hè. Het streven naar een beter leven, dat is een hele menselijke zaak. Dat is alleen maar normaal. Maar dat betekent niet automatisch dat de ontvangende partij, in dit geval Nederland of België of de EU, dat die moeten zeggen van kom maar en je bent welkom. En niet alleen dat, we gaan ook de kosten die bij jouw komst horen. Mm-hmm. Dus de woonruimte, je levensonderhoud, je ziekteverzekering, dat gaan wij allemaal collectief voor jou betalen. Dat is denk ik een hele dwaze manier van doen. En in Nederland denk ik wel eens dat alles te maken heeft met toch het Calvinisme dat de Nederlander in de haarvaten zit. Want dat Calvinisme dat heeft toch de neiging mensen te zien als zielig. En als iemand zielig is, dan moet je voor die mensen ruimte maken en al het mogelijke doen om die mensen op te vangen. En dan wordt er niet meer nagedacht. Dan wordt er niet nagedacht waarom komen die mensen hier. Wie moet dat betalen? Wie moet dat betalen? Leven ze echt in van die deplorabele omstandigheden? Dat zijn de vragen die je je stellen moet. Maar als je je die vragen stelt, dan word je in het tegenwoordige jargon natuurlijk gelijk weggezet als nazi of als fascist of wat het maar is. Dan wordt de framing dus in de hoogste versnelling gezet. Je hebt dat meegemaakt, want je bent ook in de politiek geweest. Je bent senator geweest. Zeker. 4 jaar lang. 4 jaar lang. Ja. Dat moet moeilijk zijn, denk ik, voor een beta-wetenschapper. Dat in die politiek stappen. Is ook zo. Laat me daar twee kanten van belichten. Allereerst in de 4 jaar dat ik in de Senaat zat en senator was, waren de eerste 3 jaar wat mij betreft een geweldige leerschool en ook buitengewoon nuttig. Want in die tijd voldeed de Eerste Kamer in mijn ogen aan de opzet, namelijk het zijn van een chambre de réflexion. Ja. Er werd over ernstige maatschappelijke problemen open gedebatteerd, zonder dat de partijassociatie van de mensen, de partijaffiliatie van de mensen een doorslaggevende rol speelde. Mm. Er was een redelijk open debat en daar werd over gestemd. In het laatste jaar van mijn periode in de Senaat had de toenmalige regering, die had een meerderheid van 1 enkele stem. En toen was het zo dat de regering, Rutte in dit geval, dat die van tevoren, voordat er een stemming over belangrijke onderwerpen was, de senatoren in de Eerste Kamer van zijn eigen partij en zijn regeringspartijen opbelde en zei van wat ook het debat is, er wordt van jullie verwacht dat je zo en zo gaat stemmen. Partijdiscipline. Ja,
En dan stak het stemvee het vingertje op. En waar was de discussie volkomen zinloos geworden? Was de discussie dus een zaak geworden voor, ja, wat we in Nederland noemen, de Jan met de korte naam. Hè? Ja. Dus, en dat heb ik altijd als buitengewoon onbevredigend ervaren. Ja. En mijn conclusie daarover is dat als dat de manier is waarop de Eerste Kamer zou moeten functioneren, dan denk ik dat we die Eerste Kamer beter kunnen opheffen. Dan is dat een zinloos instituut geworden. Ja. Dat is een probleem dat jou niet meer betreft, want je bent eruit gestapt. Ik ben eruit gegaan, ja. Some consequences gather. They gather around the fire. They came this way from far today to question and inquire. Evil spreads, somebody said, round here and over there. We could react to this attack if only we would dare to love, dare to understand, dare to care, dare to love a man, dare to love. Min noemen mensen mij een klimaatontkenner. Wat natuurlijk buitengewoon merkwaardig is, omdat bij elke voordracht die ik geef, bij elk stuk dat ik schrijf, ik benadruk dat het klimaat van de aarde niet anders kan dan veranderen. He, dus die klimaatontkennerij, dat is gewoon een framing om iemand dus in een bepaalde hoek te plaatsen.